Goedendag, welkom bij Sportclub Rijnmond met vandaag honkbal, volleybal en voetbal. Zo kijken we straks in de tweede divisie en waren we bij Sparta op het kasteel bij de 1-0 zegen op Go Ahead Eagles. Maar we beginnen met Feyenoord, want ook na 3 wedstrijden blijft Feyenoord de ongeslagen koploper in de eredivisie en heeft de ploeg van Giovanni van Bronckhorst nog geen enkele tegentreffer hoeven incasseren. Maar de 1-0 overwinning bij Heracles Almelo kwam wel erg moeizaam tot stand. En de vraag is in hoeverre Feyenoord aanvaller Eljero Elia mist. De schouderblessure van Eljero Elia is al de derde forse tegenvaller in dit prille seizoen voor Feyenoord. Het gemis van Kenneth Vermeer en Sven van Beek heeft Feyenoord tot nu toe goed op kunnen vangen. Maar de komende weken zal blijken of Feyenoord ook zonder Elia kan, die net zo goed aan het seizoen was begonnen. Voorafgaand aan het duel in Almelo werd er flink gespeculeerd hoe Feyenoord zou gaan schuiven binnen het elftal om het gemis van Elia op te vangen. Bilal wel of niet in de basis, Toornstra op links of toch Steven Berghuis. Uiteindelijk koos Van Bronckhorst voor een opvallende variant waar Tony Villena als een verkapte linksbuiten werd opgesteld en Jens Toornstra gewoon op het middenveld speelde. De vraag is of dit de manier is hoe Feyenoord de komende weken moet spelen. Nou, of het komende weken zullen zijn, moet je even afwachten, want hij wordt geopereerd. Dan mag hij 10 dagen niks doen. Er zit een interlandperiode tussen, dus je weet nooit hoe snel hij terug is. Ja, ik zou gewoon het elftal intact laten en Berghuis gewoon aan de linkerkant zetten. Waarom niet? Hij kan daar toch prima spelen. Ja, ik had gedacht linksbuitenweg, andere speler op de linksbuitenpositie. Ze hebben het anders opgelost. Ik weet niet of dat ook in thuiswedstrijden de oplossing is. Villena is toch geen echte linkerspits, dat zag je nu ook wel. Maar goed, Berghuis heeft toch liever dat hij op rechts speelt. Daar heeft hij zijn voorkeur in ieder geval. Dus en bij Bilal kan je afvragen of hij op dit moment een basisspeler is. Want net als in de voorgaande 2 duels kwam Bilal Bassasikoglu pas in de tweede helft als invaller binnen de ploeg. Normaal gesproken is hij de backup voor Elia. Maar wat zegt het over de status van Bilal? Dat zelfs nu Elia geblesseerd is, hij niet in de basis begint. Nou is er een buitenspeler geblesseerd en hij komt nog niet aan de beurt. Ja, dat zegt eigenlijk genoeg. Dus ik denk dat de toekomst van Bilal niet bij Feyenoord ligt. Dat kan bijna niet anders, want anders hadden ze hem wel gebruikt. Voor mij is het gewoon toch laten zien dat een invalbeurt gewoon belangrijk kan zijn. En wie weet, Swiss trainer wel van gedachten. En ja, het is natuurlijk moeilijk om daarmee om te gaan als speler. Want ja, je hoopt natuurlijk om te spelen. En dan krijg je weer een tik op je hoofd dat je weer niet speelt. Ik denk dat ze hem echt zien als een speler die de laatste 20, 25 minuten, als het veld groter wordt, als de ruimtes groter worden, dat hij dan met zijn snelheid iets teweeg kan brengen. En ik denk niet dat hij echt een basisspeler gaat worden in de Kuip. Net als vorig jaar begint Feyenoord met 3 zegens op rij. Toen ging het in de 4e wedstrijd mis. Nu moet Feyenoord zaterdag in de Rotterdamse derby zien af te rekenen met Excelsior om een betere start dan vorig jaar te hebben. Al lijkt die start gevoelsmatig sowieso al beter te zijn, omdat Feyenoord nog geen enkele tegentreffer heeft geïncasseerd en al 5 punten voorstaat op aartsrivaal Ajax. We hebben natuurlijk tegen elkaar gezegd dat we wat we vorig jaar hebben gehad, dat we dat niet nog een keer willen meemaken. En ja, dan moet je alweer heel snel schakelen en denken aan de volgende wedstrijd. En, het is leuk dat we nu 3 wedstrijden hebben gewonnen, maar het zijn er nog maar 3 en er zijn er nog 31 te gaan. Dus we hebben nog heel wat te doen. Als je kijkt puur naar het resultaat, doet Feyenoord het natuurlijk uitstekend. Alleen verwacht je wel en hoop je wel dat het voetbal wat ze dan tegen Groningen uit lieten zien, dat toch wel weer terugkomt. Hè? Dat hebben we zo vaak gezegd, dat blijft een houvast en een basis. Ik zag dat Heracles in fases toch wat makkelijker speelde. Maar goed, als Feyenoord er dat ook nog in krijgt, wat we gezegd hebben, ja, dan kan het gewoon echt wat worden. Het was een draak van een wedstrijd. Maar goed, Sparta won ook met 1-0 van Go Ahead Eagles. En aan het eind van het seizoen zal niemand zich deze wedstrijd meer herinneren. Normaal gesproken staat Sparta dan ook niet meer halverwege het linker rijtje. Maar veel mensen gaan er wel vanuit dat de nacompetitie eenvoudig ontlopen zou kunnen worden. Maar is dat terecht? 10 minuten voor tijd staat het nog 0-0 en de eerste supporters verlaten het kasteel. Hun mening is eensgezind. Nou, op zich niet geweldig, maar ja, goed. Het is eigenlijk niet om aan te gluren. Nee, het was echt van beide kanten hoor. Heel slecht. Ja, een beetje minder. Geen doelpunt toch, dit geluid? Nee, dat is een hoop herrie alleen. Nou, je bent lekker voor de file thuis. Zo is het. Ik ga de tram pakken. Doei. Hey jongens, succes. Hoi. Ja, wel waard, 1-0. Oké, okay, nou. Hey, maar meneer, wat was het een geweldige wedstrijd. Ik was al buiten, maar goed vooruit. Kijk, niks simpelers dan het analyseren van een voetbalwedstrijd eigenlijk. Beetje slecht in het begin, maar nu hebben ze gescoord, dus helemaal goed. Dus is het ineens weer een goede wedstrijd? Ja, inderdaad. Ja. Dan zijn er ook Spartanen die vlak voor tijd het kasteel verlaten om even wat stoom af te blazen. De spanning wordt me te veel, ik kom er niet meer tegen. Maar wat vond u ervan?
Nou ja, het was een wedstrijd waarin je zag de beide ploegen niet wou verliezen. Go Ahead verdedigde heel sterk met 3-4 mensen in het centrum. Ja, waar de voetbal beter is dan. Tot zover deze minutenlang durende analyse. Maar dit had toch ook net zo goed een vrijdagavond Jupiler League wedstrijdje kunnen zijn? Nou, ik vond als ik de wedstrijd vergeleek met vorig jaar, was het 3-1 voor Sparta. Vond ik nu toch dat het spel technisch allemaal wat overdachter was, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Dus als je zegt, Jupiler League is iets opportunistischer, toch, als voetbalspel geweest. En nu was het allemaal weer wat overdacht. Nou, Sparta twee kansen gehad. En Go Ahead eigenlijk nog niks. Dus men heeft zeer systematisch gespeeld. Maar goed, oké. Het was lekker weer. Het was lekker weer. Ik hoop dat het zo blijft. Zo is het. Niemand die zich deze wedstrijd lang zou herinneren. Sparta heeft 6-3, staat gedeeld vijfde. En het optimisme bij de echte analytici zal niet afnemen. Ik heb me anderhalf uur kostelijk vermaakt met Sparta. Ik was ongelooflijk positief verrast. Die gaan zeker niet, denk ik, meespelen om de onderste plaats. Probleemloos in de Eredivisie. Ik schat ze in plaats 16 tot en met 8. Tegen die hele groep vanaf nummer 6 tot onderaan kan Sparta winnen. Als je kijkt naar het recente verleden is dat positivisme ook wel te verklaren. Want de kampioenen van de Eerste Divisie spelen zich steeds makkelijker veilig. Kijk naar de laatste 10 jaar. Al 7 jaar lang is de kampioen van de Eerste Divisie al ruim voor de laatste speeldag veilig. Sterker nog, ze ontlopen makkelijk de nacompetitie. Maar geldt dat nou ook voor Sparta? Eens vragen bij een ervaringsdeskundige als het gaat om het spelen van degradatievoetbal. Sander Fischer, de verdediger die de laatste 2 jaar er met Excelsior zo knap in bleef. Is Sparta nou degradatiekandidaat of niet? Kijk, ik ben vrijdag bij Excelsior ADO geweest. Ja, dat speelde wel aardig trouwens allebei hoor. Maar het ontloopt elkaar allemaal niet zoveel. Wij speelden tegen ADO, ja, we verliezen wel 3-0. Dus dat zegt misschien dan ook wel wat. Maar het was ook niet zo spectaculair. Hè? Ja, en je moet je wedstrijden blijven winnen. En de nummer, 9 tot en met 16, 17, ja, dat scheelt meestal niet zo heel veel. Maar zijn trainer ziet het anders. Hans de Koning speelde met Go Ahead Eagles en Volendam de laatste jaren heel vaak tegen Sparta. En ziet nu wel een andere ploeg dan voorheen. Nou, ik vind wel dat Sparta, door middel dat ze kampioen zijn geworden, dat ze wel wat verder zijn dan ons. Die hebben een maand of 2 eerder kunnen reageren op de markt. En wij hebben dat pas in een laat stadium, pas in juni kunnen doen. Dus je ziet daarin dat ze wel wat vast en verder zijn dan ons. En of je verschil ziet. Het is wel een groep die gegroeid is met vorig jaar, hè? Want ze geven niet zoveel weg. Het staat aardig, hè, daar zo. Een mooi compliment na een weinig enerverende wedstrijd. Eén ding was het wel, het was prachtig weer. En dat hadden we vanmorgen ook niet gedacht. Nee. Hoi, hè. Hey, tot ziens. Hoi. En van de Eredivisie gaan we naar de Tweede Divisie, want in die competitie werd dit weekend de tweede speelronde afgewerkt. Excelsior en Sluis nam het daarin op tegen UNA en Barendrecht ging op bezoek bij het GVVV van John de Wolf. Barendrecht verloor vorige week in eigen huis. Wel na een spektakelstuk van Spakenburg. Toen werd het 5-3 voor de bezoekers. Nu gaat Barendrecht zelf langs bij GVVV. Er komt een opgelegde kans voor Bas Maurits. En zo ziet het eruit als iemand een niet te missen kans toch mist. GVVV dan met een hoekschop. Die wordt weggewerkt door Barendrecht. En die ploeg van Adrie Poldervaart krijgt ook de volgende kans. Marlon Oranje. Speelt hem prima naar de vrijstaande Eekman. Eekman naar Danny Monster. Dreigen met een schot. Dreigen. En uiteindelijk ook schieten en de paal raken. Weer is Barendrecht heel dichtbij. Maar valt dat doelpunt dus niet. Ook de ploeg van John de Wolf krijgt kansen in deze wedstrijd. In de tweede helft is het GVVV. Dat zelf een keer de aanval zoekt. Het duurt allemaal wat lang. Het is wat aarzelend. Toch komt hier uiteindelijk de voorzet wel. Maar als Tervoort de bal naast kopt, pakt Barendrecht zijn eerste punt. Naar Veldhoven dan, waar kampioen Excelsior Maassluis langs gaat bij UNA. Excelsior Maassluis de favoriet natuurlijk. De meeste dreiging ook wel in de beginfase. Toch komt hier een hoekschop voor UNA. Best wel verrassend. En dus moet de ploeg van Jeroen Rijsdijk even terug. Een kopbal, die gaat er bijna in. Maar een prachtige redding van Jean-Paul van Leeuwen op die bal van Niek van Boekel. Wederom UNA in de aanval. Het is zo'n ziekenhuisbal die hier komt. Oei, oei, oei. Net tussen Hamid Alptekin en Chefrinho Eind in. Ja, de verdediger van Maassluis is net te laat. En de bal gaat op de stip. Niek van Boekel achter de bal. Hij weer. En nu is het wel raak. 1-0 voor UNA.
tegen de verhoudingen in. Maar zo gaan die dingen soms, ook in het amateurvoetbal. Excelsior Maassluis maakt dan jacht op de gelijkmaker. Een prachtig hardschot van Daan Smit. Oud Excelsior natuurlijk, maar de redding van Stoškovič mag er ook zijn. Ook na de rust, in de tweede helft, een aanvallend Excelsior. Dat is eigenlijk heel de wedstrijd lang het beeld. Er wordt ook gewisseld door Rijsdijk aanvallers die erbij komen. Denk aan Kevin Vink. En bijna heeft hij de ideale invalbeurt als hij hem erin had geschoven. Maar hij schuift hem net naast. Die gelijkmaker komt er uiteindelijk toch. Loon naar werken is dat dan. Want Excelsior is gewoon de bovenliggende partij. Eigenlijk 90 minuten lang. Een van de uitblinkers, Elson de Rosario, toont uiteindelijk ook rendement. Prachtige solo is dat. Dat aangeven ook. Maar ja, vooral dat afronden mag er zijn. Lekker de verre hoek in. En als je zo cool blijft voor het doel van de tegenstander, dan verdien je nog wel even een herhaling. Zo lijkt Excelsior Maassluis dus toch een punt over te houden aan dit duel bij UNA. Maar ze willen eigenlijk meer. En lopen dan op het einde in de blessuretijd nog in het mes. Hij wordt prachtig afgemaakt. We kunnen niet anders zeggen. Een heerlijk lopje van Mart van der Grevel. Een geweldige goal. Maar wat is het zuur voor de algeheel amateurkampioen Excelsior Maassluis. Nog een keer dat doelpunt. Waardoor ze dus met lege handen teruggaan naar de Waterweg. Naar dit duel in Veldhoven. En ook Jong Sparta speelt in de tweede divisie. De belofte van de Kasteelclub speelde in Tiel met 2-2 gelijk tegen TEC. In de honkbalhoofdklasse is de strijd om de twee finale plaatsen om het kampioenschap in volle gang. De competitie is gevorderd tot de play-offs en het Rotterdamse Neptunus en Amsterdam staan nu op de bovenste twee plaatsen. Maar Pioniers komt eraan. In de afgelopen dagen speelden Neptunus en Pioniers 3 keer tegen elkaar. Coach Evert-Jan het Hoen en Neptunus verliezen donderdag de eerste wedstrijd met 2-0 van Pioniers. En dit zijn beelden van de tweede duel op zaterdag. Chris Vaux, de startende werper bij de ploeg uit Hoofddorp. Gelijkmakende eerste slagbeurt. Dwayne Kemp staat op het eerste honk. En dit is Randolph Odebar. Een honkslag voor hem. 1 en 2 bezet. Aanslag dan voor de Rotterdammers. Jallison Boekhout. En dit doet pijn. Wordt genoteerd als een foutslag. De pijn is er niet minder om. Boekhout moet gewisseld worden. Zijn vervanger heet Steven Warwood. Kwam vorig seizoen nog uit voor de Hawks uit Dordrecht. En die doet het goed. Ook hij een honkslag. Kemp en Odeberg over de thuisplaat. Neptunus na 1 inning met 2-0 voor. Dan de tweede Rotterdamse slagbeurt. Stand inmiddels 2-1. Daniel Fernandes namens Neptunus. Lijkt uit te gaan op het eerste honk, maar de aangooi van Mervin Gario is net te kort. Fernandes dus 1-1. Shawnee Mardanchi dan. Raakt hem ook niet geweldig, maar Steven Hansen grabbelt. Danchi op 1. Fernandes op het derde honk. En weer in een slagwerk, Randolph Odeberg. En weer raakt hij de bal goed. Zojuist een honkslag. Dit is een 2-honkslag. Fernandes en Danchi scoren. Neptunus loopt uit naar 4-1. Odebar zelf zou in diezelfde slagbeurt ook nog binnenkomen. En Neptunus loopt zelfs uit naar 6-1. De zesde inning. Orlando Intema op de heuvel. Geen vuiltje aan de lucht voor de Rotterdammers, zou je denken. Maar dan geeft hij 2 keer 4 wijd weg. En staan alle honken vol. Reden voor assistentcoach Jan Collins om even te gaan praten met Intema. Maar de coaches van Neptunus laten Intema op de heuvel staan. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. Want dit is Sherman Marlin. Hij slaat de bal over de omheining met 3 honken bezet. Betekent dat een Grand Slam home run voor de man die vorig seizoen nog voor Neptunus uitkwam. Gario, de Cuba en Dirkse komen over de thuisplaat. En natuurlijk ook de hoofdpersoon zelf, Sherman Marlin. Pioniers terug van 6-1 achter naar 6-5 achter. En dan kan Intema alsnog vertrekken. Dan de 7e inning. Het staat inmiddels 7-5 voor Neptunus. Op de heuvel inmiddels Berry van Driel. En 2 honken bezet. En ook hij helpt de Pioniers met 2 keer 4 wijd in het zadel. En dan besluit het Hoen wel te wisselen. Kevin Kelly vervangt hem. En de vraag is of hij het tij dan kan keren. Daar is hij weer, Sherman Marlin. Ook hij krijgt 4 wijd. En dat betekent dat Sergio Cruz de 7-6 over de thuisplaat loopt.
Blijft spannend dan. Brennan Nijhoff in het slagperk. Fantastische klap die hij dan uitdeelt. In de beslissende fase van de wedstrijd. De Kuba en Dirksen komen over de thuisplaat. Zetten Neptunus op een 8-7 achterstand. Hier komt een 9-7 aan. Nee, die komt er niet. Maar de Rotterdammers zelf zouden ook niet meer scoren. En dus is er na het verlies op donderdag opnieuw een nederlaag op zaterdag. Neptunus Pioniers wordt 7-8. En gisteren speelden beide ploegen weer tegen elkaar. Toen won Neptunus wel. Het verschil tussen koploper Neptunus en Pioniers is nu 6 punten. Komend weekend is de laatste speelronde van de play-offs. Dan wordt duidelijk wie er zich plaatsen voor de finale. De zogenaamde Holland-series. De volleyballers van Nesselanden keren na 5 jaar terug in de eredivisie. De ploeg uit Zevenhuizen speelde jarenlang in de top van Nederland, maar ging in 2011 failliet, nadat het net de landstitel had veroverd. Door het wegvallen van eredivisieclub Rijssen kwam er dit seizoen een plek vrij en na loting ging die plek naar Nesselanden. Al is de insteek nu wel anders, want kampioen worden is geen heilig doel meer. Dat was vroeger wel zo en die rijke historie is zeker nog zichtbaar en voelbaar in het oude vertrouwde dorpshuis Swanla. Ik denk wel dat het gewoon in het dorp wat meer gaat leven. Omdat iedereen die hier vandaan komt, weet donders goed dat er een eredivisieteam is geweest. Ja, dat noemen ze clubliefde dan, hè. Ja, en dan vind je toch dat het op het hoogste niveau hoort mee te doen. En uiteindelijk we zien we wel waar het toe leidt. We hebben er allemaal zin in om weer vol voor te gaan dit seizoen. Met Christian van der Wel heeft Nesselanden een trainer-coach die de club door en door kent. En dat is ook de hele opzet van de terugkeer van de club uit Zevenhuizen. Van 1999 tot 2011 was Nesselanden weliswaar een topclub met de nodige nationale en internationale successen. Maar door het spelen in het Rotterdamse topsportcentrum vervreemde de club van zijn roots. Door nu weer terug te keren bij de basis wil Nesselanden langzaam weer een stabiele club worden in de eredivisie. Al zou alles even wennen zijn. Ik moet toch wel zeggen dat ten opzichte van, inmiddels 5-6 jaar geleden denk ik, dat er wel heel veel veranderingen zijn in de eredivisie. En dan met name onderin de competitie qua niveau. Het is wennen in die zin dat het niveau, de titel van de competitie weer is zoals we hadden gehoopt toen de tijd al. Maar refererend aan niveau is het natuurlijk niet meer hetzelfde als dat het 5-6 jaar geleden was. Het was gewoon een andere competitie. Het is een kans die we gekregen hebben en die hebben we gegrepen. En als ik heel eerlijk ben, ik heb niet veel eredivisie teams gezien afgelopen jaar. Ik weet ook niet hoe ze dit jaar uitkomen te zien. Maar ja, als je de geruchten mag horen, zitten er echt wel een aantal teams tussen waar we zeker ons mee mogen meten. Ja, en dan moeten we gewoon ons eigen niveau halen en dan zien we aan het eind van de rit wel of het goed is. Ik speel alleen nog maar omdat ik het leuk vind. Ik hoef niet meer landskampioen te worden. In die zin ben ik gewoon niet ambitieus. In die zin moet ik over 2-3 jaar ook gewoon niet meer in het team spelen. Maar tot die tijd kan ik binnen de mogelijkheden die ik zelf heb en die er voor het team liggen, proberen wat ervaring en routine erin te gooien. Geforceerd gaan zeggen, we moeten erin blijven, want anders is een plan niet geslaagd. Ja, dat is het niet. We hebben gewoon een loting gewonnen. We zijn hier heel lucky terechtgekomen. In de hoop dat wij dit kunnen gaan continueren en dat eredivisieplan zoals dat er ligt, dat we daar in de komende 3 jaar in kunnen groeien. En als dat lukt volgens de normen die er worden gehanteerd, dan heb je gewoon geweldig leuk volleybal in het dorp Zevenhuizen. Misschien dat we ooit nog een nieuwe banier erbij kunnen hangen, ja, maar... Ja, dan zijn we al heel veel jaar verder. Het was over deze Sportclub Rijnmond. Komende vrijdag zijn we weer met FC Rijnmond. Met naast vaste gast Geert den Oude, Feyenoord-watcher Mikkel Schauka. En via onze website is vanavond het live verslag van FC Dordrecht NAC te beluisteren. En via diezelfde website blijft u uiteraard op de hoogte van al het laatste sportnieuws, Rijnmond.nl. Ik wens u nog een fijne dag.